Deze. En ik was, en ik heb dus geen, echt geen inkt meer. Hij doet dat gewoon totaal niet. Ik ben er zelf namelijk heel tevreden over. Een hele goede dag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe weekvlog. Het is vandaag dan weliswaar dinsdag 22 oktober 2019. Ik ben Karen Staalman van de Werf en mijn man, dat is Roderick Staalman van de Werf. Samen wensen wij jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe weekvlog. Ja, het is weer wat anders, maar we gaan het wel doen. Een weekvlog maken. Heel veel kijkplezier. Ja, deze. Ik heb dus een pen, een hele speciale pen. Dat is dus deze pen. Deze. En ik was, en ik heb dus geen, echt geen inkt meer. Hij doet het gewoon totaal niet. Dus ik ben eventjes op zoek gegaan. Want deze pen die heb ik dus hier uit het winkelcentrum bij mij in de buurt. Maar die winkel die is er dus helaas niet meer. Maar ik ben dus op zoek gegaan via het internet. Wat ik al zei. Ik heb hem via 123inkt.nl. De nieuwe dingetjes. En ik ga eventjes lekker unboxen samen met jullie. Dus ik ga eventjes dingetjes pakken. Zodat ik wat makkelijker dingen open kan krijgen. Ja. Ja, ik heb hem. Oké, schat. Wil je eventjes filmen? Alsjeblieft. Zo, en dat zit dus in een heel klein pakketje. Zoals je wel kan zien. Zo. Hoop ik ook dat hij nog past ook, hè, eigenlijk. De goeie is, hoop ik toch. Kijk. Wat zit er allemaal weer in? Papier. 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 En pennen. Kaartjes. Ik heb nog nooit iets besteld en bij 1, 2, 3 inkt. Laat ik dat eerlijk gelijk zeggen. En ik word er ook niet voor gesponsord. Nee, totaal niet. Maar ze hebben wel hele andere leuke voor accu, LED verlichting, schoon en 1, 2, 3 deken. Dus laat ik je zo meteen wel zien. Ik ga eerst even kijken of het inderdaad werkt, mijn inkt. Ik weet niet eens waar ik hem op moet. Oh ja, hier. Oké, hier. Want wat is het leukste aan deze pen? Je kan dus namelijk... Het is gewoon een normale pen. Ik laat het ook zo meteen wel zien. Maar je kan dus ook heel mooi weer uitgummen. Uitgummen, zou je denken. Ja. Een hele andere pen, zo te zien. Ik wist niet eens welke ik moest hebben. Hij werkt wel. Dat is mooi. Eens even kijken of hij werkt door mensen. Ga kijken, kom kijken zou ik zeggen. Hij werkt, kijk, een hele mooie. Maar ik heb dan hier een gummetje. Ja, ik doe het even nu zo, maar... Ja, hij is net nieuw, maar je kan het dus in principe uitgummen. Yep. Dus ik ben weer blij met deze. Ja! Hoe blij ben je? Heel blij. Nou... Dat, dus wat ik al zei, ik word er niet voor gesponsord. Nee. Nou, wat ik dus al zei, ik word er niet voor gesponsord. Maar wil je ook eens een keer wat bij hun bestellen? Ik zou zeggen, gewoon doen. Dus, ja, ik ben er blij mee.
En dan zal ik even kijken wat hierin zit. Zo, ik zal eens even kijken wat hierin zit. Ook. Gezellig weer samen met jullie. Waarschijnlijk een spel katen. Daar ga ik eigenlijk wel vanuit. Het is een idee. Ik heb, kijk, hij blijft nog staan ook. Dat is grappig. Ja, nou, ik vind het prima. Waarschijnlijk dat je dus ermee kan pesten, weet ik veel. Pesten? Ja, joker. Alleen maar jokers? Nee, ook gewoon andere kaartjes. Dit is leuk, als een leuk kleinigheidje. Ja, en dan dus ook nog twee pennen vanuit hun. Dus alsjeblieft, heb jij een pen erbij? Je bestelt inkt voor je pen, dan krijg je erbij pennen. Dan stuur je inkt vervolgens weer terug. Gratis pennen en kaartjes en weet ik wat allemaal erbij. Zo, dus dat. Dus deze kant ook weer. Maar dan ik moet wel even weten, voor de volgende keer. Het is een andere pen. Is. Dus die onthoud ik even. Onthoud deze ook. Zo. Ja. Top. Dus die kant daar gewoon weer in. Daarin, want ik heb een foto van gemaakt. Het scheelt weer. Ja, merkelijk. Zo. Even deze even hier leggen. Heb ik het volgende? Ja. Heb ik het volgende? Ik heb dus daar, naast mijn tv, heb ik een camera hangen. Dat is van Xin Yi, weet ik het uit mijn hoofd. Ja. Kijk, ik heb dus een camera, dat is dus deze. Daar. En daar heb ik dus weer twee van besteld. Ja. En die laat ik weer gezellig aan jullie zien. Ik ben er zelf namelijk heel tevreden over. Over deze camera's. Zo. Het zijn al wel roze. Dat zijn dus deze cameraatjes. Oké, dat is het. Hoeft niet zoveel. Maar ja, deze heb ik dus. Ik zal even de camera even overnemen. Pauze kan je dus in principe. Zo, ik heb de camera even overgenomen. Dit is dus de camera. Nou, dat is makkelijk. Easy to installatie, dus dat mag rood lekker allemaal gaan doen. Free monitor app, hartstikke mooi. En ook hier word ik weer niet voor gesponsord, mensen. Totaal niet. Ja, want je moet het hier tegenwoordig weer blijven zeggen. Want er komt dus een nieuwe regels aan voor YouTube. Het is anders als je dit dus niet zegt, is het de sluipreclame. Dat willen ze dus tegengaan. Dus, dan ga ik het wel zeggen. Dus daar heb ik even twee voor gekocht. Ja, twee mooie roze. Roze is niet lelijk. Dan wil ik gewoon eentje daar houden. Waarschijnlijk eentje daar. Dat ik hier wat meer in de gaten kan houden. Want dit is echt voor, ik kan het daar dus niet in de gaten houden. Maar waarschijnlijk ook nog eentje daar dat ik hier, of weet ik veel, waar ik het neer wil zetten. Yep. Dus het komt helemaal goed. Misschien dat ik dan alles een beetje in de gaten kan houden. Hé, meis? Ja, hè? Ja, en dan heb ik nog een grote pakket, mensen. Ja, heb ik nog een hele grote pakket. Ja. Dit is voor de hondjes. Yep. Nee, hoeft niet. Want ik doe het eigenlijk met mijn verkeerde vinger. Hartstikke idee, heb ik wat meer kracht. Dank je. Kijk.
Als ik Roderick niet hard mee zou, dan had ik het ook niet geweten. Nee. Rits. Want ik heb wat besteld voor de hondjes. Want er vond iemand het leuk om weer een mooie oude kussen te slopen. Hè? Ja. Ijsbruin. Maar ik vond het heel gaaf. Even goed neerleggen. Hartstikke mooi. Ja. En deze heb ik dus besteld bij Zoo Plus. En ook nee, daar word ik weer niet voor gesponsord. Wist je er maar voor gesponsord? Nee, dat mag dus ook niet meer, Ro. Jammer. Wat je dus nou zegt, dat mag je dus ook niet meer zeggen. Nee. Want dat zijn de nieuwe regels voor even naar YouTube. Mag ik dat niet meer zeggen. Hij is ook mega groot. Dat weet ik, heb ik expres gedaan. Mhm. Dat is hem. Zo, dit is de kussen die ik dus heb besteld en bij Zoo Plus. Hij moet dus zo. Kijk. En dan ga ik hem er nu even in doen. Tussen knallen. Wat zeg ik, hij is huge. Ga kijken. Ga maar kijken. Kom kijken dan. Ja. Kom maar zien. Kom maar zien. Kom, kom. Ja. 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 Goed zo. Weer goed gekeurd. Weer goed gekeurd. Nee, toch maar niet, hè. Is weer even raar, hè. Nieuwe kussen, hè. Ja, hè? Dat dacht ik al. Hé, mevrouw Sloop? Ja, mevrouw Sloop. Hé, hé. Zo, je ligt er gelijk op, schat. Is hij weer goed gekeurd? Nee. Nee. Ja, oké, top. Ja, hallo. Ik wil jullie nog wat even laten zien, want ik heb een nieuw toetje uitgevonden. Ja, hij is gewoon erg lekker. Dat is dus deze. En nee, daar heb ik ook weer niet voor gesponsord. Maar het is no added sugar. Totaal niet. Kijk, het staat er ook op. Lactosevrij. Dus voor mensen die last hebben van lactoseintolerantie. Staat er ook weer met koeiletters op. En er staat ook low fat en glutenvrij. Dus, en ik vind hem erg lekker. Alleen de vanille smaak vind ik een beetje een soort van chemisch smaken. Dus dat is niet mijn favoriet. De karamel is al wel mijn favoriet, dus die ga ik wat vaker halen. En de chocola weet ik nog niet, dus dat ga ik eens even nu proeven. Eigenlijk samen even met jullie. Ja, het was je open. Hij ruikt wel gewoon echt naar chocola. Dus ik ga het even de proef op de zon nemen. Omnemen. Deze is lekkerder. Heerlijk. Ja.
kan je zeggen. De karamel. En de chocola. Dat is mijn favoriet. Ja. Heerlijk. Ja, een hele goede morgen. Ja. Het is vandaag alweer woensdag, de 23e. Ja? Het is nu 9:23, dus ik ga zo met de hondjes lopen. Ja. Jij. En jij bent jarig vandaag, hè? Samen met je zussen, Piepdoos. Piep, mooi. Ja. Nee. Oh. Ben je mooi? Jij, je bent mooi. Kom. Ik heb wat lekkers gehaald voor de dames in spe die dus jarig zijn. Ja, yeah. Zo'n lekkere slagroomtaart eten. Allebei de helft. Kijk, alsjeblieft, lekker eten. Het nieuwe manier van pakketjes afleveren. Grappig. Ideaal. Zo. En omdat ze jarig zijn, die dame en deze dame, hebben we wat gekocht. Ja, we moeten het hier even opruimen. Ja, zeer zeker. Hè? Huh? Ja, en af en toe nootjes vinden, dat vind ik ook wel lekker hoor. Zo. Zo. Kleed die ook een beetje. Hé, Leid? Is dit voor jou, hè, meisje? Twee stukken. Hè? Jullie krijgen twee stukken en de meisjes krijgen maar één stuk. Ja, en de meiden die zijn ook jarig, hè? Even een beetje tegenhouden. Ja, dus. Ja, maar wil je eventjes? Nou, zijn de mandarijntjes toch niet lekker, zo. Ik niet. Mag jij de ananas? Daar, ananas. Mooi. Schat, mag jij geven? Lof kijken. Dames. Wacht, rustig. Nee, ga gewoon eventjes in door je knieën. Kom eens, wachten, blijf. Wachten. Blijf. Leed. Wachten. Wachten. Nee, wachten. Ja, go. Pakken. Hier. Gefeliciteerd, dames. Is wel lekker. Is van jou. Jutty. Is van jou. Ja, is van jou. Moet ik een beetje kleiner maken, meisje? Een beetje kleiner maken. Kijk eens. Zo, dat is het idee.
Kijk eens. Is voor jou. Kijk eens. Ja, is voor jou. Ga jij een beetje naar je zus toe. Zo. Ga je ook een beetje die kant op. Zo. Zo, wat een maaltijd, hè, dames? Hé, wat een maaltijd. Ja, ik wil jullie nog eigenlijk gewoon heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nog leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter en doe het belletje aan, want dan blijf je zeker op de hoogte. En dan zou ik zeggen, dankjewel en tot morgen. Doei!